Beste kijkers, goedendag. Ja, ondanks de grote hoeveelheid aan bewolking, vanochtend toch nog. Ja, een mooie zonsopkomst zoals hier zo boven de velden in Zwijndrecht ingestuurd door Freek Langejans. Nou, als we kijken naar het weerbeeld van vanavond en vannacht is het uitermate rustig weer. Er staat maar een zwakke veranderlijke wind vannacht. Meestal komt die dan nog uit het zuidoosten. De lucht is vochtig en er kan heel makkelijk mist gaan ontstaan. Dus pas je morgenochtend goed op in het verkeer. Het wordt ook wat kouder dan dat we de afgelopen nachten gewend waren. Landinwaarts een graad of 6 het kustgebied een graad of 9 en daar zou lokaal een buisje voor kunnen komen. Ja, en dan morgen overdag. Nou ja, Weinig bijzonders eigenlijk. En we kabbelen zo een beetje de maand november in. Het is aan de bewolkte kant. Soms komt de zon ook best wel even tevoorschijn. De kans op een bui neemt ook toe in de loop van de dag. Met temperaturen van 11 à 12 graden. En wat opvalt, beste kijken, is dat met heel weinig wind. Dus ja, je kan op je gemakkie fietsen naar school of naar het werk. De dagen na morgen valt op dat op vrijdag dan vooral ja, is, toch wel de minste dag. Met bewolking. Af en toe regen bij een temperatuur van een graad of 12. In het weekend wordt het iets zachter, een graad of 13. Af en toe breekt het zonnetje door, zondag dan weer een bui. Kortom, niks spectaculairs op het weermenu voor de komende tijd. Nou, Ten slotte nog wel een spectaculaire weerfoto van Johan uit Rotterdam. Prachtige landing van een vliegtuig op onze eigen regionale luchthaven. Nou, maakt u ook van dit soort fraaie foto's, stuur ze in naar weerfoto@rijmond.nl. Prettige dag nog, heel graag tot morgen.